Jongensen, ik ben er weer, maar ik ben er nu niet met Jarno, ik ben eens in mijn eentje. Maar ik ga wel hem zijn as uitnodigen. En als ik dat heb gedaan, dan ga ik aan jullie tonen hoe je races kunt spelen op GTA, deathmatches, missies. En ik ga jullie ook wapens tonen. En waar ze goed voor zijn en hoe sterk en zo. Dus deze video is eigenlijk om te weten hoe goed een wapen is en hoe slecht en ja, welk wapen je allemaal kunt hebben in GTA. Oké, mensen, we beginnen met wacht even, ik ga even naar naar de startbank. En dan zal ik het jullie tonen, want met die politie hier is dat niet meer te doen. Ik zal straks een keer een paar wapens op die politie gebruiken. En misschien kan ik jullie nu een glitch tonen, maar daarvoor moet er een helikopter staan. Maar een andere helikopter dan deze. Maar oké, mensen, dus we beginnen met het pistool. Gewoon dood, gewoon wapen. En dat gebruiken we voor als je een beginner bent. Dan gebruik je dat. Dan heb je het combat pistool. Dat is eigenlijk hetzelfde, maar dan is een klein beetje sterker. Maar ja, dit is eigenlijk al het tweede pistool dat je moet gebruiken als je een beginner bent. Dan heb je ook nog het SNS pistool. Dat schiet wel rapper. Dan het heavy pistool. Dat schiet trager, maar dat doet meer levens af. Dat doet meer schade. Dan heb je nog de vintage pistool. Dat schiet een beetje snel. En doet een beetje levens af. Dan heb je ook de Marksman pistool, dat is een nieuw wapen, dat schiet één kogel. Maar daardoor zijn je echt vaak in één schot dood. Dan heb je nog het AP-pistool. Dat schiet mega snel. En dan heb je nog de flare gun. Dat is gewoon voor te tonen van, ik ben hier. Als je verdwaald hebt, dan doe je zo en dan kan je een helikopter vinden. En nu, je kunt granaten hebben, sticky bombs, proximity mine en teergas. En je kunt normaal op zo'n een brandstoffles, dat zal ik even voor jullie. Ah nee, dat ga ik niet. Nee, dat kan ik nu niet kopen. Dat zal ik straks misschien kopen. En alhoewel met teergas, als je dat op de grond smijt, dan komt er gas en dan stik je. Mijn granaten zal wel iedereen kennen, dat is gewoon een keer gooien en alles om. Allee. Het bent ontploft. Kijk, als je door dit gat gaat, ja, je stikt gewoon. Een sticky bomb, dat is gewoon eigenlijk een granaat. Dat je zelf kunt beslissen wanneer het ontploft en je kunt het ook ergens aanplakken. Voilà. En dan heb je ook nog proximity mine. Dat is als je dat bijvoorbeeld op de grond gooit, dan plakt dat er ook aan. En als er dan een voorwerp, maakt niet uit wat, langsloopt. Of langs rijdt of ja, langs vliegt. Dan moet echt dicht in de buurt zijn, dan ontploft dat vanzelf. Dan, je hebt een micro SMG, ook beginnerswapen. Schiet ook wel vrij snel. Zijn leven zijn niet. Zijn leven dat hij afdoet is niet echt goed. Maar dan heb je ook nog de SMG. En dat is eigenlijk ook nog, dat is eigenlijk nog beter. En dan heb je nog het Assault SMG, dat is echt een wapen voor, ja, bijvoorbeeld deze mannetjes af te knallen als de politie afkomt met helikopters. Dat is een goed wapen voor die mensen af te knallen als de FBI daar in de helikopter zit. Dan heb je ook nog een Combat PDW, dat is een nieuw wapen op GTA. Dan ben je echt aan het sterven, joh. Dat is ook net nieuw, maar dat is echt heel goed. Maar wat dan ook beter is, is de MG.
Dat is voor als je level 50 bent. Dus dat valt dan nog meer aan. Dat is eigenlijk een week of twee, of bij sommige mensen een maand of zo spelen. En dan heb je dat wapen. Dat is ook wel goed. Dat maakt heel veel lawaai. Echt waar, maar het is ook wel echt de moeite waard. Oh, het viel uit. Mijn computer, maar oké. Alhoewel, dit is RNG, dat kun je echt goed mensen te killen. Maar als je echt in nood bent. Maar wat nog beter is, en op de wapen lijkt, is het combat RNG. En dat is nu een keer, ja. Dat is eigenlijk, ik vind dat de beste mitraillette. Maar hij komt een mitraillette en dat kun je alleen maar hebben als je echt veel, maar echt veel op GTA komt. En ja, maar ik vind dit echt, oh my god, shit. Maar ik vind eigenlijk de combat MG het beste wapen als mitraillette. Nu gaan we door naar de fusielen. We beginnen met de assault rifle. Dat is gewoon een doodgewone rifle. Misschien hebben jullie dat al gezien in films. Dat noemt de AK iets met AK 47 of zo, ik weet niet. Maar ja, schiet wel een beetje op. Doe echt wel veel schade aan. Dan de Caribbean rifle. Dit gebruikt mij weten. En ja, de legerbasis. Op GTA. En eigenlijk de assault rifle, dat is echt een leuke wapen. Ik zweer dat. Dat wapen moet je echt hebben om mensen mee af te knallen. Kijk, die gast heeft hier net tegen mij gereden. Dat is echt wel een goed wapen. Om die gast mee af te knallen. Oh, shit. Dan heb je nog de special carbine. Dat is ook wel nog een zot goed wapen. Dat zijn zo 3 kogels of zo en die zijn dood. Dan het laatste rifle, dat is de bullpup rifle, dat is ook wel heel cool. Maar dat doet minder levens af, maar schiet wel allemaal sneller. Dus ja, als je snel wilt schieten, dan moet je dat pakken. Je hebt dan door naar de snipers, je hebt er 3. Eén is nieuw. Dat is een marksman rifle, die is nieuw. Dan kun je lopen, allee, stappen en terwijl richten. En maximum kunnen daar 16 kogels op, maar ik heb nu dat wapen al gebreed, dus daar hebben we 16 kogels. Voor het begin hebben ze 8. Voor dit wapen, de sniper rifle, dat is 3 shots en je bent dood. En met de marksman rifle, dat is 2 schoten en je bent dood. Maar de heavy sniper, ja, wacht, ik zal even voor de sniper rifle eerst gebruiken. Dat is ook wel nog goed. Man. Hey, sorry kijkers, maar ik ben echt slecht in sniper. Je hebt dan ook nog de heavy sniper. De heavy sniper. En dat is echt een wapen. En dat is normaal gezegd 1 kogel en je bent dood. Kijk, ik schiet nu op die politie, maar die hebben vast nog body armor aan. Als je bent dood. Dan mensen, heb je de knife. Dat is gewoon normaal, gewoon een mes. En dan de nightstick, dat gebruikt de politie. Dan heb je nog de hamer. Dat kun je doen door een glitch te doen, maar die glitch weet ik niet. Of je hebt een hacker als prins, maar dat had ik vroeger, dus daarom heb ik de hamer. De baseball, dat. En dan heb je nog het breekijzer. Of. Dan heb je nog de golfknuppel. Dan heb je nog zo'n kapotte fles. Ze doen allemaal veel schade aan. En als je gelukt hebt, is dat 1 klap en je bent dood. Dit is nog een groter mes. En dit is ook nieuw. Dit zijn een soort metaal dat je rond je vingers moet doen. En daarmee doe je een speler in 2 klappen dood. Maar als hij volle levens heeft, hè. Oké. Nu ga ik even sterven, want die politie is zo ambetant, dus ik ga even zelfmoord plegen. En ja, dan gaan we door naar de shotguns. Dat zijn echt serieuze goede wapens als er iemand dicht in de buurt is. Dat is serieus 1 klap en je bent dood. We beginnen met de pump shotgun. Dat is gewoon ook een beginnerswapen. Echt serieus goed. 1 klap en als je dicht bij iemand staat, 1 shot en je bent dood. Dan heb je nog de salad off shotgun, dat krijg je als je in een crew zit.
Ik zit nu in de crew Army. Die crew is van Jarnoma, die had ooit problemen met hackers, dus ja. Heeft hij een andere. Allee, heeft hij als op de Rockstar Games een andere gebruikersnaam gepakt? Dit is de Assault Shotgun, dat vind ik persoonlijk de beste shotgun. Serieus goed. Kijk hè. Punk. Eén klap dood. Oh, val weer uit mijn computer. Ik weet niet of jullie dat hier of daar uitvalt, maar bij mij valt het uit. Oké, het is weer goed. Dit is de Muskets. En dat is één klap, alleen één kogel en je zit dood, normaal gezien. En ja, je kunt nog maar één kogel per reload schieten, maar het laden duurt toch lang, dus je moet ook echt goed kunnen richten. Oké, mensen, ik gebruik even een sticky bom, hè. Dan weten jullie echt hoe goed. Wat? Oké, dat was raar, maar ik wou jullie tonen hoe goed een sticky bom was, maar oké, de flinker hebben volgens mij. Alleen de politie, ik zal het zo zeggen, heeft volgens mij op mijn sticky bom geschoten en toen explodeerde dat. Maar we gaan verder. En dan de laatste shotgun, de heavy shotgun, dat is ook wel echt nog goed. Dat schiet echt op, rap. Dan zijn er één of twee klappen dood. Dat weet ik niet zeker. Wacht hè. Ja, één shot en je bent dood. En nu mensen gaan we naar de overpowered wapens. Kijk, dit is nu de grenade launcher. Dat schiet eigenlijk granaten af. Kijk. Is het misschien horen? Horen jullie dat? Alsof die explosies. Oké, wacht hè. Ja, ik zal zo die auto hier gebruiken. Ja, het is die al direct kapot. Dan heb je nog de bazooka, dat zullen de meeste van jullie wel kennen. Bazooka, ja, direct een auto dood, behalve de insurgents. Dan heb je nog de homing launcher, dat is voor een helikopter neer te knallen. Kijk, daar vliegt op iets. En als dat rood is, voor je schiet en dan gaat het daar naartoe. En dan nog het beste wapen. Allee, daarvoor moet je toch het hoogste level zijn, 120. De minigun. En dat is echt een wapen dat mega, maar echt serieus, mega snel schiet. Dat schiet om de 2 minuten misschien 4000 kogels af, hè. Oh shit. Maar dat wapen is ook mega zwaar, ik zweer dat. Je kunt er gewoon niet mee sprinten. Maar het is wel echt really good. Dus ik gebruik het wel veel voor als ik een heist of zo ga spelen. Maar morgen gaan jullie Jarno op GTA zien. En ja. Ik denk dat ik het bij deze video ga laten. Ah, en als jullie twijfelen of ik van België ben of Nederland. Ik ben van België en ja, nu weten jullie wat alle wapens zijn van GTA. Ik heb ook nog zeldzame wapens die ik nog niet heb. Maar dat zijn zo eigenlijk wapens die je kunt hebben als een hacker je alle wapens geeft. En ja, tot de volgende keer dan mensen. Het is nog altijd. Dikke, vette, peace.